Ik heb voor vanavond een heel mooi plekje gevonden om te overnachten. Nou. Bij Posanti in de buurt. En wat is daar voor iets? Daar ergens in de bergen een leuke camping. Een camping? Daar ben je niet. En hier kunnen lekker douchen. Hier niet. Hier is het nog een beetje kaal. Nogal. Maar daar bij Posanti, dat zijn hele mooie bergen daar in de buurt. Ja, daarom. En morgen dan gaan wij door. Naar Hatay. Oké, gaan. Hallo, ik ben Erik. En ik ben Joke. Samen zijn wij de YouTube Donkies. Daar staat hij. Den Ezel. Ja. Hallo, ezeltje. Wat is dat? Vind je het ook mooi? Ja. Ga je even naar de koeien kijken de laatste nacht? Ja? Oh, lieverd. De ene ezel blijft staan, de andere twee ezels gaan verder. En de koeien, ja, dat weten we niet, want morgen is het offerfeest. Vertel Erik, wat wil jij graag? Een Tovas Doan SLX, daar rijdt hij, die willen we. Die zijn echt geweldig. Alle jonge lui hebben de auto's ontdekt. En daar wordt echt een speciale vering onder gezet. Er wordt een systeem onder gezet dat hem helemaal kan verlagen. Nou, van binnen zijn ze echt super deluxe. Oh, het is echt een geweldige auto. Daar gaan we nog een keer naar kijken voor een Doan SLX. Dan kom je van die grote vlakte. Kijk hier opeens tegen hele hoge bergen aan. Kan allemaal, hè? Kan allemaal. Kan zo veranderen. Zo wisselend, hè? Zo wisselend. Kijk, daar bovenop is dat gebouwd of dat... Geen idee. Geen idee. We gaan er niet kijken. Veel te ver weg. Oh. Wat gaan wij daar doen? Wil ik het even weten? Wil jij dat weten? Even meten. Meten is meten. Oké, je ziet het niet op de film. Ja, we worden ingehaald door een caravan. Oké, met de auto ervoor. Maar helemaal boven op de berg links, daar staan allemaal windmolens en wind te vangen. Ik vind het hier mooi. Ik vind het hier heel mooi. Ik weet dat ik in Turkije rijd, maar dit is net Oostenrijk hoor. Je hebt zo die berg op de achtergrond. Het is geen mooi. Oostenrijk. Het regent niet. Ik weet het, geen het regent Oostenrijk niet. Hier. Maar wel de mooie bergen. Het is wel druk. File. Wat doe je eraan? Maar wel een mooi plaatsje. Wel, het is een leuk plaatsje. Het is alleen een beetje het probleem dat ze zijn de weg aan het opbreken. Het is helemaal al gehad. Posanti. Posanti. Nooit van gehoord, maar... Ik wel, want ik kijk op de kaart. Maar goed, daarvoor hadden we er nog nooit van gehoord. En dat het zo gezellig zou zijn, hadden we ook niet verwacht. Dus nee. Dat valt allemaal weer 100% mee. Heerlijk, lekkere chaos. Je kan zien dat het de dag voor het offerfeest is. Iedereen is aan het inkopen en van alles aan het doen. Dus... Lekker druk. Lekker druk. Ja, je moet het vergelijken als de dag voor kerst. Hè. Zo is de dag voor het offerfeest hier. Iedereen gaat boodschapjes doen en morgen feest. Ik vind vooral dat ze hier van die mooie bomen hebben. Ja, weet je dat? Zeker. Dit is echt een heel mooi plaatsje. Absoluut. Als we ooit tijd hebben, dan wil ik hem wel eens een keer... Doorwandelen. Doorwandelen, ja. De waterleiding is gesprongen. Ja, dat kan ook. Kan er ook nog bij. Ik zei het toch, dat het op Oostenrijk leek. Inderdaad. Kijk maar. Het gaat zelfs regenen. Het is helemaal Oostenrijk hier. Van ab jetzt reden wir nur Oostenrijk, hè? Waar zijn we nou toch weer aangekomen? Benemediek Camp Arena. Nou, kijk maar toch eens gaat even er staan. Aan. Leukere theetuin erbij, eten, restaurant. We zijn niet de enige, alles. Maar het ziet er gezellig uit, hè? Ja. Het weer ook. Het weer ook. Ja, het is nog droog trouwens. Dus, maar volgens mij is het maar een paar druppeltjes. Ja. Hoop ik. Het is hier wel benauwd, hoor. Veel nem. Nou, veel vochtigheid. Vooruit, daar halen we van. Wat gebeurt er nou? Ik zag die meneer aan het knopje. Ik schrik me rot. En kijk, nou hebben we een waterval. Die hond schrikt zich een ongeluk. Die lacht al lekker. Hebben ze wel mooi gemaakt, hoor. Oh, maar lekker fris op in. Super. Ja.
Leuk. Goedemorgen, zeggen we dan. Fris uit de douche. Het ziet er weer allemaal geweldig uit. We gaan natuurlijk even ontbijten. Genieten van het mooie uitzicht. De bergen zijn echt adembenemend om te zien. Maar natuurlijk eerst een kopje koffie. En dan zouden we toch echt moeten vertrekken, hoor. Want het is inmiddels de dag van het offerfeest. Dus we zullen vol gas naar Hatay moeten. Onderweg rijden we nog eventjes langs een hele mooie rivier. En we genieten van het geweldige uitzicht. Het net niet. Een beetje warm gekregen. Ja, maar ja, we zitten op 1200 meter hoog. Zeg ik, maar... Voorbij Posanti. En waar gaan we heen? Wij gaan naar de familie. We gaan naar Hatay. We gaan kijken hoe het er is. We gaan offerfeest vieren. Dus er zal wel een lapje vlees klaar liggen voor ons. Wat gaan we zo meteen doen? Ja, wij zijn in Hatay aangekomen bij onze familie eigenlijk, waar wij eerder ook geweest zijn. En het is vandaag Kurban Bayram, oftewel het offerfeest. Dus er is al flink geofferd en het schijnt dat wij ook wat moeten regelen. Dus we hebben een schaap aangeschaft. Die gaan ze dus verdelen onder de mensen die het niet zo breed hebben. Wij gaan er niks van eten, want we hebben meer dan genoeg. En we krijgen in onze camper ook helemaal niks mee, dus dat gaat helemaal niet. Maar goed, we gaan een schaap kopen en die gaan wij geven aan de armen. Zo gaat het gebeuren. Let op. En hoe komt het schaap hier? Want daar ben ik wel heel. Ja, het schaap halen we op. En zodra die hier is, maken wij dat we wegkomen. Want dat geloven we allemaal wel, hè? Daar gaan we dan het schaap ophalen. Ook dit dorpje is jammer genoeg door de aardbeving. Ik ga compleet kieten. Bergje af, dat vind ik niet zo erg. Mijn moeder zit ook weer naar boven met die hitte. Beetje verwend. En het schaap, hè? Levensgevaarlijk, jongen. Erik, rent is een beetje bang voor het schaap. Ja, je weet maar nooit, hoor. Het kan maar zo, hoor. Van die grote horens. En, hij prikt je zo van achterin je kont. Hij moet even kijken of het een mannetje of een vrouwtje is. Ja. Ik doe helemaal niks. Hij gaat mee of hij gaat niet mee. Gaat hij niet mee, heeft hij geluk. Zo. Denkt Erik dat de hond het schaap is? Dit is wel heel wat anders dan een verloving, hè? Ja, dit is heel anders, ja. Hier gaat het in het echte naartoe. Ja. We wachten op ons schaap. Maar verloopt, die, wat nou het, al groot is, die vindt het niet zo leuk, hè? Ons schaap is er nog niet. Eigenlijk word je zo spontaan vegetariër, weet je dat wel? Het kan maar zo. Nee, dat is ook weer het uiterste. Het is natuurlijk hypocriet als je... Wel vlees eet en niet weet waar het vandaan komt. Hè? Dat is eigenlijk ook. Ik ben het helemaal met jou eens. Ja, dus dat moet gewoon doorgaan. Hoi. Ik wil de benen af. Zo, wij zijn boven. Wij zijn boven. We hebben het schaap afgeleverd, dus dat gaat helemaal goed komen. Het vlees wordt geleverd aan degene die het wat minder hebben. Dus we hebben een goede daad gedaan, volgens mij. Jammer van het schaap, maar ja... Mag je niet over opscheppen, goede daden? Nee, dat doen we ook niet, maar... Jammer van het schaap. Zo gaat dat. Zo ben je schaap en zo lig je in de koelkast. Helaas. Ik heb hem. Wat is de wijn?
Koude bal. Ja. Yes. En de red, wat is dat? En de red is hier. Hard. Mijn lappen! Gaan we dit opeten? Jij moet het opeten. Ja. De koude ballen, die gaan wij niet opeten. Ja. Ja. Voor de credit. Mag je tellen wat dit is? Ja, maar het is laminaat wat erop ligt en een stukje kaas. Ik heb een mooie barbecue. Koeienballen geroosterd op laminaat. Dat gaat lekker worden hier. Turksysteem. Turksysteem, oké. Gelamineerde koeienballen. Oeh, Turks recept. Lekker. Ja, nee, maar, ja, je doet alles voor de views toch altijd? Dus dan moet je de koeienballen ook al weten. Dat gaan we niet doen. Volgens oud Hatijse recept. Dat eet ik er ook een. Nee. Non jurek dala odona. Nee, nou dat is niet meer. Dan krijgen we een speciaal gerecht. Ja. Bekend in Hatay. Ik zeg net tegen dat is goed voor je potentie. Koeienballen uit Hatay. Gelamineerd. Geroosterd op laminaat. Wie is er niet? Umay. Never. Ben jij als nee? Bu bilur kebabı. Yok. Bu farklı. Ander. Bu farklı bir şey. Bu toplar değil. He? Toplar, dana toplar değil. Yok. Bu bilur kebabı çok güzel. Faydalı, çok faydalı bu. Birazdan yiyeceğiz. Da kan je gewoon eten. Ik eet dat niet. Hoezo niet? Ik vreet het gewoon niet. Ik word niet te grazen genomen op een vreselijke manier. Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Hij weet, hij heeft er verstand van. Ja, ik ook. Ik heb er weer heel veel verstand van. Eet je mee ook? Ja, waarom niet? Maar ik niet. Ik ben niet zo aan te tellen. Ja. Ja. Geitenballen, dan wil hij dat weer niet eten. Een geitje heeft maar twee ballen, er liggen er vier. Nou ja, dat is ook nog een beetje koe bij. Ja, koe heeft geen ballen. Koe heeft een dana, mannenkoe, bestier. Nee, een dana is een vrouwenkoe. Nee. Er zit de heel oude hanim. In het hanimpa. Ja, dana erkek. Dana erkek. Ja, Buddha yok. Toplar var. Ja. Dana erkek, inek, süt, evet. İnek. Evet. Hanım. Evet. Dus. Jij gaat het eten. Ik heb maar helemaal de boom in, want ik ga het helemaal niet eten. Vergeet het. Dat gaan we niet doen. Lach niet zo gemeen, jij. En jij gaat eten, hè? Jij bent aan de beurt. Jij gaat eten, ik ga even naar de auto. Lekker, top. Top gezegd. Fijn dat het zo fijn is. Mm-hmm. Dit is leven. Dit is leven. Leven kunnen we nog wel overleven. Dat is echt waar Joke gek op bent. Ik vind dat op zich nog niet zo. Jij vindt dat super lekker, dus kijk eens. Jij mag voor mij een stukje hebben. Vol. Je zit nog niet vol. Hier. Ik eet nog een keer. Wat? Dat je meest probeert. Ja, lekker. Twee keer kou en dors lekker. Ik vind het heel lekker, dankjewel. Oké, nou, het is net iets voor jou zoiets. Dus kijk, dat is iemand die kan er tegen, hè? Volgens mij zitten ze ons gewoon te begrekken, hoor. Bu ne? Bu halevet. Bak ye. Ye. Yumuşak. Çok yumuşak. Çok güzel. Ik vreet het. Evet, çok güzel ye. Ik durf het niet. Lekker. Lekker. Hier. Vreet maar op. Oké. Proost. Nou, proost. Ik vreet het niet. Hey, jawel. Stel je niet aan. Opeten. Nasıl? Çok lezzetli. Çok güzel. Süper. Bak. Nasıl? God niet wat het is. Lokom. Lekker, lokom. Ik weet wel wat het is. Ja, volgens mij worden we opgegeten. Ja. Op een vreselijke manier worden we hier belazen. Nou, volgens mij geitenballen waren dit. Ik weet het niet. We worden op een vreselijke manier belazen hier. Schoonvader zei dat. Geitenballen waren. Ik durf het niet te zeggen.
Koyun topla. Ja. Ja. Ja, ze zijn er wel. Dat is wel lekker. Ja, politie heeft uit de bal. Dat is het gezegd. Chocolate is Wetley. Chocolate is Wetley. Luz, die is Wetley. Ja, een boe. Ja, een boe. Chocolate is Wetley. Emmet. Arika. Oh, shock save hier. Zeggen. Nou, die ballen waren best lekker. Dat andere ging maar. Dan weten we nog niet wat dat die ballen, was. Hè? Die ballen waren heel lekker. Die ballen waren lekker zacht. Ja. Morgen ben jij aan de beurt, hè? Maar Maar er is richtige van die grijs wat in de geit en daar. Schaap? Ja. Schaapbal. Ik weet het niet. Ja, schoonpa zei het ook nog net tegen me. Ja, ja. Ik vroeg van wat wijn het? Koyun. Tolla. Koyun dasha. Nou, we hebben weer verwend. Nou weet ik. Geitenballen slaken. Geitenballen slaken. Nou, kijk aan. Weer wat geleerd. Jij vond het wel lekker, want ik jouw gezicht vergeet dat maar anders. Oh, ik wist dat ze die buitenlanders te grazen moesten nemen in het dorp. Ik wist het. Dus morgen family trip naar Aziatep. Hoe gaan we dat doen? Kijk die zo.